Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Femke. Femke kampt al heel lange tijd met darmklachten. Darmklachten waarvan ze de oorzaak maar niet heeft kunnen achterhalen. Nu is onlangs wel een mogelijke, zeer waarschijnlijke oorzaak ontdekt. Want omdat Femke de oorzaak van haar darmklachten maar niet kon achterhalen, heeft Femke ontlastingsonderzoek laten verrichten. En uit het ontlastingsonderzoek is gebleken dat de samenstelling van darmbacteriën in haar darmen niet al te gunstig is. Dat ze een overmatige hoeveelheid nadelige, slechte varianten van bacteriën in haar darmen bezit. Dat is uit dat ontlastingsonderzoek gebleken. En dat zij dus met een verstoorde darmflora kampt. Dus scheve verhoudingen tussen gunstige bacteriën en nadelige varianten in haar darmen. Nu heeft Femke begrepen dat zo'n verstoorde darmflora, dus scheve verhoudingen tussen gunstige en nogal nadelige bacteriën, micro-organismen in je darmen, dat zal ontstaan onder andere wanneer gespecialiseerde kliercellen die gevestigd zitten in jouw darmwand, genaamd pannetcellen, niet goed in staat zijn om, nadat belastende, nadelige, slechte varianten van bacteriën en micro-organismen gedetecteerd zijn in je darmen, eiwitten uit te scheiden met antibacteriële eigenschappen, antibiotische eigenschappen. Wanneer de pannetcellen, dat zijn gespecialiseerde kliercellen, in de wand van jouw darmen namelijk niet in staat zijn om deze eiwitten met antibacteriële eigenschappen uit te scheiden, ja, dan kunnen micro-organismen, darmbacteriën, met nadelige, ziekteverwekkende, belastende eigenschappen niet bestreden worden. Ja, en kunnen die gaan uitgroeien. En dan kan dus zo'n scheve darmflora ontstaan. Zo'n verstoorde darmflora, scheve verhoudingen tussen gunstige en niet al te gunstige bacteriën, micro-organismen in je darmen. Femke weet inmiddels dat haar darmklachten mogelijk waarschijnlijk door die verstoorde darmflora veroorzaakt worden. En ze dus ook heeft begrepen dat zo'n verstoorde darmflora zal ontstaan wanneer die pannetcellen in je darmwand niet goed in staat zijn om die eiwitten met antibacteriële eigenschappen uit te scheiden, is de vraag van Femke logischerwijs: kan ik met mijn voeding, dus datgene wat ik in mijn spijsverteringskanaal laat belanden, in mijn darmen laat belanden, ook invloed uitoefenen op het uitscheiden van die eiwitten met antibacteriële eigenschappen door die kliercellen, die gespecialiseerde kliercellen, die pannetcellen in mijn darmwand, want ze begrijpt, wanneer die cellen niet beter in staat gaan zijn om die eiwitten met antibacteriële eigenschappen uit te scheiden, dan zullen nadelige varianten van micro-organismen, bacteriën, die dus volop in haar darmen aanwezig zijn, ja, niet door het lichaam zelf, door haar lichaam zelf, bestreden worden. En zal die verstoorde darmflora blijven. Dus dat is de vraag van Femke. Nou, Femke. Jij hebt, en niet alleen jij, maar iedereen heeft in de wand van diens darmen allerhande gespecialiseerde kliercellen gevestigd zitten, waaronder pannetcellen. En die pannetcellen, die heb je echt wel nodig, want in jouw darmen zijn micro-organismen aanwezig. En via hetgeen jij eet, kan je
ook zomaar heel af en toe nadelige micro-organismen binnenkrijgen in jouw spijsverteerskanaal. En nadelige, ziekteverwekkende, belastende varianten, die moeten bestreden worden. Maar dat kan enkel wanneer de cellen die het bestrijden van ziekteverwekkers, micro-organismen, lichaamsvreemde, belastende moleculen en in dit geval bacteriën kunnen bestrijden wanneer die daartoe in staat zijn. En onder andere heb jij dan dus panetcellen in jouw in je darmwand zitten, gespecialiseerde kliercellen, die dan op het moment dat nadelige micro-organismen, dus ziekteverwekkende varianten die belastende stoffen produceren, gedetecteerd zijn in je darmen, moeten die panetcellen dus wel in staat zijn om die eiwitten uit te scheiden met antibacteriële eigenschappen, want anders gaan al die nadelige varianten niet bestreden worden. Dat gaat al simpelweg niet. Nou, en hoe zit het? Alle cellen in jouw lijf en dus ook de gespecialiseerde kliercellen in je darmwand en dus ook die panetcellen in jouw darmwand die het uitscheiden van eiwitten met antibacteriële eigenschappen tot taak hebben, zijn in staat om twee soorten processen uit te voeren. Katabole afbrekende processen en ook anabole opbouwende en herstellende processen. Om eiwitten met antibacteriële eigenschappen te kunnen vormen. En na vorming ook wel uit te kunnen scheiden, want die moeten uitgescheiden worden door die gespecialiseerde kliercellen in jouw darmwand, richting daar waar die micro-organismen die bestreden moeten worden aanwezig zijn, dus in het lumen van jouw darmen, de holte van jouw darmen. Nou, en de vorming van eiwitten betreft een anabool stofwisselingproces, want de vorming van aminozuurverbindingen, eiwitten zijn aminozuurverbindingen, dat is een anabool stofwisselingproces. En om een in de cel gevormd product, in dit geval een eiwit, met antibacteriële eigenschappen, na vorming ook wel uit te kunnen scheiden, want die micro-organismen moeten buiten die cellen bestreden worden, dus moet uitgescheiden worden, moeten die cellen ook vesikels, transport- en secretieblaasjes, die in het bezit zijn van een biologisch lipidemembraan, een membraan dus opgebouwd uit fosfolipiden, kunnen vormen. En transporteiwitten om die eiwitten met antibacteriële eigenschappen, van binnen naar buiten door het celmembraan te kunnen transporteren. Nou, die vesikels en die transporteiwitten zijn ook allemaal verbindingen. Dus ook om die te kunnen vormen, moeten die cellen in jouw darmwand, die panetcellen, die gespecialiseerde kliercellen, anabole stofwisselingsprocessen kunnen uitvoeren. Want anabole stofwisselingsprocessen betreffen processen waarbij uit kleinere delen nieuwe molecuulverbindingen gevormd worden. En die eiwitten met antibacteriële eigenschappen zijn verbindingen. Die blaasjes met een biologisch lipidemembraan zijn opgebouwd uit fosfolipiden. Membraanvetten zijn ook verbindingen. Die transporteiwitten die het uitscheiden mogelijk maken zijn ook verbindingen. Dus op het moment dat de gespecialiseerde kliercellen, de panetcellen in jouw darmen, niet goed in staat zijn om anabole stofwisselingsprocessen uit te voeren, zijn die cellen niet in staat om eiwitten te vormen. Dus ook niet die eiwitten met antibacteriële eigenschappen. Zijn die cellen niet in staat om membraanvetten te vormen en vesikels daaruit te vormen? Van die transport- en secretieblaasjes met een biologisch lipidemembraan bestaand uit membraanvetten. Zijn die cellen niet in staat om transporteiwitten te vormen? Zijn die cellen dus ook niet in staat om hun product eiwitten met antibacteriële eigenschappen te vormen, laat staan, uitscheiden? Kunnen micro-organismen in jouw darmen met niet al te prettige eigenschappen, ziekteverwekkende eigenschappen, varianten die stoffen produceren die belastend zijn voor jouw darmwand, kunnen niet bestreden worden. Want
Daar moeten die paletcellen, die gespecialiseerde kliercellen, eerst wel die eiwitten ervoor hebben kunnen vormen en uitscheiden. Dus afhankelijk van de uitvoering van anabolen, opbouwende en herstellende stofwisselprocessen in en door die cellen. En die cellen kunnen enkel anabolen, opbouwende en herstellende processen, processen waarbij uit kleinere delen nieuwe verbindingen gevormd worden, uitvoeren wanneer deze cellen in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen. Logisch. Alleen een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dat wil zeggen, kunnen die cellen niet over beschikken wanneer jouw voeding die onvoldoende levert. Dus zolang en wanneer jouw voeding onvoldoende vocht, onvoldoende essentiële varianten van bouwstoffen levert, dan zijn de gespecialiseerde kliercellen, de paletcellen in jouw darmwand, niet in staat om anabole, opbouwende en herstellende processen uit te voeren. Zijn die cellen niet in staat om eiwitten te vormen? Zoals eiwitten met antibacteriële eigenschappen. Zijn die cellen niet in staat om vesicles en transporteiwitten te vormen, dat wat nodig is om in de cel gevormde producten uit te kunnen scheiden? Zijn die cellen dus niet in staat om als reactie op het detecteren van micro-organismen in je darmen die niet al te prettig zijn en bestreden moeten worden, om die eiwitten met antibacteriële eigenschappen te vormen, laat staan uitscheiden? Kunnen die micro-organismen, ook al zijn die gedetecteerd, niet bestreden worden, ja, zal jouw verstoorde darmflora niet hersteld kunnen worden. Verstoord blijven zullen er scheve verhouding tussen goede en slechte varianten van bacteriën, micro-organismen in je darmen blijven bestaan, heersen. Dat als antwoord op je vraag.